Sjoerd, allereerst van harte welkom bij Fortuna Sittard. Je eerste wedstrijd is niet geworden wat je gehoopt had. Nee. Ja, goed, weet je, vooraf verwacht je het wel een beetje omdat het veld gewoon echt dramatisch is. Het is hard, dus je weet dat er weinig gevoetbald kan worden. Nou ja, goed, dan is het vaak de eerste ploeg, de ploeg die als eerste scoort, die wint. Maar ja, goed, ik denk dat we vanavond wel toch wel karakter hebben getoond. Je ziet dat we eigenlijk een beetje ongelukkig op 1-0 achterkomen, een wereldgoal van hun. Maar daarna blijven we wel voetballen, blijven knokken en blijven gaan. En, ja, weet je, dat is een compliment waard naar het hele elftal. En, ja, goed, dat het uiteindelijk 1-1 wordt, als je 10 minuten voor tijd, dan kun je daar blij mee zijn. Alleen als je kijkt naar de kansenverhouding en de spelverhouding, dan is er maar één ploeg die vandaag gaat verdienen te winnen. En dat waren wij. Ja, en als je dan pakt, de rode kaart, je was er zelf bij betrokken. Volgens mij terecht, sommige mensen zeggen van niet, je was eigenlijk doorgebroken speler. Dan ga je eigenlijk denken, 10 tegen 11, dat moet eigenlijk, kan een bakje zijn, vooral op de manier waarop jullie speelden. Ja, normaal gesproken wel. En ik denk als dat op een normaal veld was geweest, dan hadden we ook denk ik een mooie uitslag neergezet. Alleen ja, het is op dit veld is het zo lastig voetballen. En, je zag dan ook... Dat er ook hier en daar wat slordigheden in zaten, zo lijkt dat dan. Maar ja, op dit veld, op het moment dat je een duwtje krijgt, ben je uit balans. Het balletje iets opstuit, ben je weg. Dat maakt het gewoon heel erg lastig. En ja, of je dan tegen 10 of 11 man speelt, blijft het moeilijk om die vrije man te vinden. Maar toch denk ik dat we dat voetballen best aardig hebben gedaan, met name de tweede helft. En, ja, dan creëren we een hoop kansen, alleen ja, dan moet je ook een klein beetje geluk hebben. Ja, een beetje geluk had jij niet in de 49e minuut. Helemaal vrij voor de keeper. En ja, je verprutste eigenlijk de bal. Hoe kwam dat? Nou, die bal werd voorgegeven door Jordi. En ik stond eigenlijk klaar om mijn rechtervoet binnen te prikken. Ik kwam precies in mijn loop. Alleen echt op het allerlaatste moment toucheert die verdediger de bal. En daardoor moet ik erop anticiperen, raak uit balans. En dan is het op zo'n veld is het zo lastig om die bal dan nog te kunnen controleren en binnen te schieten. Ja, we hadden zelf een paar momenten dat we zeiden van scheidsrechter, die bal die moet op de stip. Jij staat er korter bij, wij zitten er verder af. Hebben wij ongelijk gehad of heeft de scheidsrechter niet goed gefloten? Goed. Ik denk dat er wel een aantal discutabele momenten waren. Of het echt allemaal 100% penalties waren, vond ik moeilijk te zeggen. Maar er zaten wel een paar ballen bij die uiteindelijk niet meer in ons voordeel floot. Alleen, ja goed, weet je... Dat is ook vaak weer inherent aan het feit dat de tegenstander een rode kaart krijgt. Dat proberen ze dan toch vaak een klein beetje te compenseren. En dan iets heel anders. Je bent bij Fortuna terechtgekomen. Eigenlijk een beetje onbegrijpelijke stap. Maar jij zegt, ik wil korter bij mijn familie zijn. Maar die dan, waar je woont, dat is ook niet naast de deur. Nee, klopt. Maar relatief gezien is Nederland gewoon een stuk dichterbij als Hongarije natuurlijk. Nee, ja goed, ik blijf hier ook 2 keer in de week gewoon in het hotel. En we hebben met de investeerders gesproken. Vind je het totaalplaatje klopt er gewoon. Ze zijn met een heel mooi project bezig, hebben ze nu opgestart. Ze zijn heel ambitieus en ze willen graag Fortuna weer omhoog helpen. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. En hoe zie je dadelijk de samenwerking met Bas dan als hij erbij komt? En ja, de geruchten van Royce Drenthe. Ja... Ja goed, die geruchten moet je altijd maar kijken wat daarvan waar is natuurlijk. Dat hoor je in de voetballerij wel vaker. Nee ja goed, Bas-San is ook een prima voetballer. Laten we de training ook leuke dingen zien. Dus ik denk dat dat ook zeker een versterking zal zijn. Nou ja, en zo kan met een aantal nieuwe spelers hebben nu. Gaat dat de komende weken, moeten we daar steeds beter in gaan worden. Steeds meer automatisme in kweken, elkaar beter gaan aanvoelen. Dan denk ik dat er nog wel een mooie tweede seizoen zelf aan kan komen. Waar we een paar mooie wedstrijden kunnen spelen. En dan wat beter weer, wat beter bespeelbare velden? Ja, weet je, ik snap nog steeds niet dat de KNVB dit soort velden door laat gaan. Weet je. Het is voor het publiek niet leuk, voor ons niet leuk. Dus kun je beter een paar weken later inhalen. Ja, je ziet hier naast mijn collega van de radio, die zegt stop ermee. Ja. Dus bedankt voor het interview. Graag gedaan.